Maaike, vanuit de perskamer leek het een beetje een absurde partij die je vandaag speelde. Hoe denk je daar zelf over? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Hoewel ik veel absurdere partijen heb gezien vandaag. Dus het valt allemaal wel mee. Nou, daar kunnen we het eventueel zo over hebben. Maar natuurlijk, je was hoofdrolspeler, een van de hoofdrolspelsters in je eigen partij. Zoals het op mij overkwam. Je komt na een provocerende opening van zwart eigenlijk goed uit de opening. Je weet geen plan te bedenken. Je verliest heel veel tempi. Er komt een eindspel op het bord waar je gek genoeg wel slecht, maar niet verloren staat. Dan na een leuke swindel win je een stuk, maar kan je toch niet winnen. Ben je het eens met deze samenvatting? Ja, ongeveer wel. Ik dacht ook in het eindspel dat het helemaal niet makkelijk was. Ik had weinig pionnen. Ik ging er ook één ruilen en toen hield ik er geen over. En toen dacht ik, nou, dit gaan we niet meer doorspelen. Ja. Maar hoe kan het, hè, want het is natuurlijk een hele mooie truc, hè, met die torenmaal G7... Ik raad iedereen thuis aan om hem even na te spelen. Maar zij had toch tijd zat? Was ze heel naïef, nonchalant? Ja, ze speelde erg snel, vond ik. Ik had veel minder tijd. Ik denk dat ze misschien meeging met mijn tempo. En ik had toen ik E6 deed, had ik die truc al gezien natuurlijk. En ik was ook zeer verbaasd dat ze ervoor ging. Want paard op 6 schijnt gewoon goed te zijn geweest voor zwart. En toen speelde je torenmaal G7. Did you see the look on her face? Ja, ze keek wel een beetje moeilijk, moet ik zeggen. Dat vond ik wel leuk. Ja, en daarna dus de fase dat je met een stuk meer... Hè, en het is natuurlijk sowieso technisch heel lastig, want je hebt alleen maar zwakke pionnen. Was het nog een teleurstelling dat je dan uiteindelijk niet kon winnen? Nou, ik dacht van misschien had ik het beter kunnen doen, maar ze kreeg al heel snel twee pionnen. En ja, ik had... moest de ander dekken, had weinig activiteit en de NG geeft het nooit meer dan plus een half, plus 0,8. Dus eigenlijk valt wel mee. Dus ik ben niet ontevreden. En nu? Na deze hectische dag, zeg maar, 3 uit 6. Beetje tevreden toch? Ja, zeker. 50% leek mij een mooi doel van tevoren. Tot nu toe ben ik op koers. Morgen speel ik tegen Lisa. Tot nu toe ben je op koers. Sinds 2 dagen ben je op koers, zal je bedoelen, of sinds 3 dagen? Ja, het begin was natuurlijk niet heel soepel. Maar goed, morgen 50% zit er gewoon in. Meer zit er eventueel nog in. Dus succes. Dankjewel. Ja.